Mevrouw, meneer, mag ik even wat vragen? We zitten volop in coronatijd. Hè? Ja. Het vaccin komt eraan. Wat is jullie reactie? Zijn jullie hoopvol? Absoluut. Ja. Ja? En al nagedacht of jullie het eventueel zelf willen laten inspuiten, zeg maar? Ja, wij laten ons vaccineren. Ja. Oké. Okay. Ja. Want 60% van de Nederlanders hebben zogend, weten al dat ze het gaan doen en een heleboel hebben nog hun twijfels. Ja, nou, ik niet. Nee. 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 Nee, dat is, ik weet van mezelf wel, nou, dus 90% dat ik het... U bent niet bang voor eventuele bijwerkingen? Nou ja, bang niet, nee. Maar wel... Ja, je weet het niet, het is iets nieuws. Dus, jullie hebben alle vertrouwen in de wetenschap. Jawel. Want ja, het heeft nogal wat impact op ons leven natuurlijk, dat coronavirus. Ja, precies, dus daarom. Ja, hoe hebt u het zelf doorgemaakt tot op een gegeven moment die crisis, als ik vraag mag? Ja, gek, raar. Sociale contacten zijn minimaal. Sociale hè? Contacten zijn erg minimaal. Ja. Ja, we raken allemaal in een isolement of een heleboel mensen. Ja, absoluut. Heb je daar ook zelf last van of valt dat mee? Nou, wel wat. Soms wel, wel ja. Wat, ja. Soms wel wat, ja. Ja. Maar dus. Ik begin wel steeds meer om me heen te horen dat mensen het hebben. Ja. Of het hebben gehad. Ja. En dat het toch best wel heftig is op je lichaam. Hier in Hardenberg bedoelt u? Hier in dat Hardenberg, mensen besmet zijn? Ja, ja okay. Zeker. Onze vestingmanager op het werk, die heeft het gehad. Ja. Die heeft ook in het ziekenhuis gelegen daarmee. Dus ja, goed. Maar gelukkig geen overlijdens in de directe omgeving? Nee, gelukkig niet. Nee. Okay. Dus op 4 januari gaan ze starten? Ja. Dus jullie zien er wel naar uit? Ja, zeker. Maar dan zijn we er nog niet, hè? Dan is het maar het begin van het begin, zeg maar. Precies, ja. Dan kan het nog maanden duren voordat we weer naar normaal kunnen overschakelen. Nou, ik denk dat het nooit meer normaal wordt. Denkt u dat? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat wel bepaalde regels blijven, denk ik. Ja, ik denk dat het mondkapje en de 1,5 meter, dat altijd blijft. Dat onze manier van leven toch aangepast zal moeten worden. Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. Nou, bedankt voor jullie reactie. Ja, graag gedaan. Ja. En ik loop hier zo in het centrum tegen een paar jonge mensen aan met een of andere fietskar. Hallo. Onze bakwagen. Een bakwagen, dat is het juiste woord. Ja, ik vroeg me af, wat staan jullie te promoten? Want rijders zonder invloed zie ik op de sticker staan. Ja, nou, dat is ook wat wij promoten. Veel mensen, tenminste wordt nog regelmatig, komt het voor dat mensen nog onder invloed rijden. Ja, wat wij heb je daar cijfers van? Je zegt regelmatig, want precies. Voor percentages bedoel ik. Precies een cijfer hoeveel mensen onder invloed rijden, dat is natuurlijk niet bekend. Niet precies, maar globaal. Ga dan maar verder. Zo uit mijn hoofd even snel niet, hoor. Maar reden genoeg blijkbaar om zo'n actie te organiseren. Is dat nu met name tijdens het eindjaarsfeest? We staan het hele jaar erop. Ja? Oké. Okay. Het hele jaar staan we voor verschillende veiligheidscampagnes staan we door het hele land. Ja. En als weekends vooral dat daar meeste drank gedronken wordt, staan we dan met de bakfiets. En dan staan we dan eigenlijk met een alcoholtestje. Mensen kunnen ons een blaastestje afnemen en een quizje. En zodoende kunnen ze dan eventjes ondervinden van hoeveel alcohol heb ik op. Ja. En ben ik Bob sleutelhangerwaardig. Laat eens zien, ja. De 0.0 blaasjes. Het Bob gebeuren. Ja. Ja, oké. Okay. En hoe is de reactie van de mensen die test doen? Zijn ze verbaasd? Want, Over het algemeen, als 0.0 blazen zijn ze uiteraard heel blij. Ja. Wie wil er nou niet zo'n sleutel hangen? Ja. Het is toch vaak, als je wat op hebt, dan weet je dat van tevoren. Ja. Maar dan is het wel echt een bewustwording, dan zijn ze echt even serieus mee bezig. Van ja, hoeveel mag ik eigenlijk echt op hebben? Sommige mensen weten dus niet bijvoorbeeld wat de wettelijke limieten zijn. Ja. En die drinken wel eens een wijntje als ze uit eten gaan. En, dan kunnen wij daar echt met een echt gesprek over ingaan. En wat zijn de limieten? Kun je dat wel aangeven? Ja, uiteraard. Nou, dat is wel, het is als een beginnende bestuurder mag je 0.2 promil en als ervaren 0.5. Ja, en dat betekent één wijntje of één... 0.5 promil staat gelijk aan 2 glazen drank. Ja. Maar moet ik wel zeggen dat de kans bij 0.5 al 40% hoger is dat je ongeluk hebt. Omdat je dan al 0.5 seconden minder reactievermogen hebt. Ja. Dus het komt al met zijn risico's mee. Daarnaast ben je ook niet verzekerd. Mits je, wanneer je ongeval hebt, wanneer je onder invloed bent, ook al zit je onder de limieten. Ja.
Maar de wettelijke limieten liggen dus bij 0,2 en 0,5. Oké, en waarom kiezen jullie Hardenberg uit? Is dat nog een vlek in de provincie waar stevig gedronken wordt? Of staat dat er helemaal los van? Dat is geheel willekeurig. Eigenlijk staan we in Gelderland Overijssel, staan we eigenlijk proberen alle plekken een beetje langs te gaan. Dus vandaag toevallig hier. Vorige week nog zal bommel, dus ijs komt overal wel. Oké, dus en merk je daar ook nog verschil qua reactie in die verschillende plaatsen die je nu noemt? Tot nu toe nog niet, maar dat is, we hebben ook nog niet, we hebben wel aardig wat gesprekken gehad en zo. Maar we zitten nu op zo'n tijdstip dat nog niet veel mensen het drankje gehad hebben. En dat is vaak van 5 uur rond etenstijd, dus hebben ze nog wel eens een drankje op en dan gaan ze dan weer langs de winkel. Ja, je zou misschien, nu is alles dicht, maar... Ja, normaal staan we van 4 tot 12 als de horeca open is. En dan gaan we met mensen met de horeca gelegenheden of mensen die uit eten zijn, daar zijn we normaal mee in gesprek. Maar het is nu eventjes allemaal wat anders. Daarom hebben we ook meer focus gelegd op de quiz vandaag. Wel mensen echt met het thema bezig te laten blijven, maar dan minder met de blaastest. Minder met de blaastest doen we altijd nog bij, anders krijgen ze uiteraard niet de sleutelhanger niet. Maar er wordt nu thuis waarschijnlijk toch ook goed gedronken, want ik zie als ik bij de supermarkt sta toch heel veel mensen met karren, met kratten bier naar buiten rijden. Ja, daarom staan we tot 8 uur. Tot 8 uur zijn de supermarkten, wordt drank verkocht. Dus dan proberen we toch nog zoveel mogelijk mensen dan te bereiken. En net hadden we ook nog een groepje jongeren die een kater hadden. Ja. Nou ja, dan gaan we daar even met hun in gesprek en zo. Ze hebben allemaal aangegeven dat ze niet onder invloed in de auto stappen, wij zijn dat tevreden. Oké. Voornamelijk is de bewustwording creëren onder de jeugd. Ja. En dat gaat het best als iemand nuchter is. Ja, dat lijkt me ook. Ja, dus en daarom zo. Dat is met name de doelgroep die jullie willen bereiken, de jeugd. Ja, eigenlijk ja, jeugd leert het de jeugd. Ja. Oké, want het is op zich, als je de Nederlandse jeugd staat bekend als de grootste... drinkskuiten van Europa, dacht ik. Hè? Dat zag ik eens langskomen in de krantenkop in de krant, een tijdje geleden. Ja, vooral studenten. Er wordt heel veel gedronken in Nederland, ja. Dus dat moet wat jullie betreft anders. Zijn jullie trouwens... Nee, ik zelf en IJsland's organisatie is niet per se tegen een feestje. We maken gebruik van peer-to-peer. Dat houdt het in, voor jongeren, door jongeren. Wij levelen met de mensen waarmee we contact hebben. Dus ik ben echt niet vies van een feestje, kan ik niet zeggen. Nee. Dus alleen dat wij wel tegen zijn dat mensen daarna nog in de auto stappen ofzo. Ja, of wel op een fiets is eigenlijk ook verboden. Dus we proberen een beetje bewustwording te creëren van feestje, ga lekker in gang, maar ga dan niet deelnemen aan het verkeer. Precies, ik denk dat we allemaal, zijn we niet vies van een drankje ook, maar doe het niet in het verkeer. Dat is het ding waar wij hier mee staan. Dat is een duidelijke boodschap. Ja. Nou, bedankt voor dit interview en succes nog verder met actie. Dankjewel.